Welkom. We zijn hier op de IMA vakdag met de sessie van Linda Tonkens. Even samenvattend, wat was de kern van je boodschap van de sessie van vanochtend? Dankjewel voor de vraag, Hans. Uh, de kern van vanmorgen was dat in ieder project, eigenlijk in alles wat organisaties doen, contracten terugkomen. bijna overal wordt of vanuit de leverende kant of de inkopende kant dat wel ingezet. En ik hoop iedereen uh, die bij de sessie was te hebben getoond dat contractmanagement en projectmanagement dus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Oké. Okay. En als dat dan onlosmakelijk met elkaar verbonden is, hoe ziet het er dan volgens jou uit? Wat zou de ideale situatie zijn? De ideale situatie is voor mij een situatie waarin organisaties vanuit de managementlaag verantwoordelijkheid nemen... om te zeggen, hé, hey, wij gaan onze organisaties ook echt inrichten op hoe de wereld in elkaar zit, namelijk... We doen het niet meer alleen, we hebben anderen nodig. En dat ze daarmee een framework neerzetten, waarin contractmanagement, projectmanagement, servicemanagement, inkoop, verkoop op een logische en passende manier bij elkaar uh, komen en iedereen toegevoegde waarde leveren. Nou, IPMA natuurlijk het platform voor het vakgebied projectmanagement. Hier kunnen we een koppeling maken met het vakgebied contractmanagement. Hoe zou IPMA als platform jou nog verder kunnen helpen? Ik denk dat IPMA mij verder zou kunnen helpen door de methodes die wij ontwikkeld hebben voor contractmanagement en uh, linken daarmee met projectmanagement. door die methodes onder de aandacht te brengen bij hun leden. En daarmee eigenlijk die kennis en dat begrip voor het vakgebied en de raakvlakken en de rafelrandjes te vergroten. Dankjewel. En volgens mij hebben we daarin een hele belangrijke eerste stap gezet. Dankjewel, Linda.